Beken dat je omgang hebt met de duivel in de vorm van een staartloze zwarte kat. Hulp. Jota, beken dat je gelovig in de zwarte kunst bent. Beken het, Jota. Nee, ik beken het niet. Beken het, Jota. Auw, 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 auw. Jota, beken dat je de bliksem liet inslaan in de boerderij van Lucas Hennis' zoon. En dat je de heilige hosties tijdens de heksensabbats hebt ontwijd. Ik blijf niet zitten. Ik beken niet. Hé, auw, 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 auw. Jota, beken dat je het vlees van de doden rukt om het op te eten tijdens de sabbat. En beken dat je s'nachts rondvliegt op een bezem en je omgeving met noodweer laat leiden. Jota, beken dat je ziektes en verderf zaait en dat je jezelf verandert in een dikke vette pad. Nee. Jota, sla ze. Nee. Baby. Jota, geef toe dat de kippen in het dorp door jouw toverijen van de leg af zijn geraakt. Geef nou maar toe, Jota, geef je een heks bent. Huts. Jota, geef toe dat je een heks bent, dat je kinderen hebt opgegeten. En dat je ze ontvoert en vetmest op zolder en daarna dat je ze braadt in je oven. Die altijd brandt als de hel. Onschuldig vlees dat wordt verorberd tijdens de helse sabbat. Sla ze aan! Nee! Jota, beken! Beken! Nee! Jota, beken! Ja, ik beken! Je bekent, ja. Beken, heks. Beken dat je jezelf kunt transformeren in een zwarte kat. Dat je als kat naar de sabbat bent gevlogen. Klopt dat? Ik beken alles. Beken dat je met de Satan hebt gepaard. Jota, wie zijn je medestanders en je wordt losgemaakt? Jota, wie zijn nog meer heksen hier in Endehoven? Jolij. Jolij? Nee. Anna. Wat heeft Anna gedaan? Zij? Anna. Wat heeft Anna gedaan dan? Anna. Ik weet het niet meer. Wat is er met die hosties gebeurd? Oh ja, die heeft zij aan de kippen gegeven. Heeft ze de hosties aan de kippen gegeven? Waarom? Omdat ze dacht dat ze dan beter aan de leg gingen. Dat ze van de leg af. Dat is toch schandaal. Schrijf dat op. Ik geef jou ons.